Hi, mijn naam is Gijs en afgelopen weken kreeg ik weer een goede YouTube-vraag van een kijker die vroeg zich af hoe je met je tablet of iPhone je YouTube-kanaal kunt verwijderen. Ik laat jou zien in deze video hoe dat moet. Nou, we loggen even in op je iPad of telefoon. Deo. Testing 18. We gaan naar het icoon. Je klikt op het icoon. Je gaat naar het tandwieltje van YouTube instellingen. Je gaat naar geavanceerd. Dan zie je hier onderin kanaal verwijderen. Daar klik je op. Uw inhoud verwijderen of verbergen. Nou, ik wil mijn inhoud definitief verwijderen. Dus daar klikken we op. Je vinkt ze aan. Mijn inhoud verwijderen. Dan moet je nog even het bevestigen. Mijn inhoud verwijderen. En je zakelijke of je persoonlijke YouTube kanaal kan worden verwijderd op je iPad of tablet of telefoon. Dat kun je nog even controleren. Ga je naar YouTube. Je gaat inloggen. En je ziet nu, je YouTube kanaal is verwijderd op je tablet of iPhone. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.